Welkom bij iAcademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Haal je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Het voorkomen van een burn-out is beter dan het genezen ervan. Daarom vervolgen we deze training met informatie over hoe een burn-out te voorkomen is. We zullen dit vooral doen aan de hand van een aantal praktische tips. We beginnen met een paar werkgerelateerde tips en aandachtspunten. Zorg dat je op tijd stopt met je werk en neem genoeg pauzes. Als je voelt dat het na een dag werken echt te veel is, werk dan niet door, maar zoek wat ontspanning. Werk moet bij je passen. Je kunt beter wat boven je opleidingsniveau werken dan eronder, maar je moet niet constant op je tenen lopen. Kies verder werk dat in je interessegebied ligt. Werk waar je zelf enthousiast over bent en kunt blijven is veel beter vol te houden. Durf te delegeren. Veel leidinggevenden zijn bang om de controle over werkzaamheden te verliezen. Maak je daar wat minder druk over. Af en toe een klus afstaan aan een collega kan diegene bovendien het gevoel geven dat jij vertrouwen in hem hebt. En vraag op tijd om hulp aan anderen. We zullen kort ingaan op de methode waarmee mensen met een burn-out behandeld worden. Het probleem bij de behandeling van het burn-out syndroom is dat er geen gouden standaard voor is. De ideale behandeling, die in alle situaties werkt, is dus nog niet gevonden. Op dit moment zijn therapieën vooral gericht op het herstel van het functioneren in zowel de privésituatie als de werksituatie. Dit lijkt te werken. Zodra iemand weer is hersteld in zijn functioneren op het werk en in de privé situatie, blijken ook andere klachten te verdwijnen. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl